DS79 had gisteravond wat goed te maken na dat verlies van verleden week. En het elftal was dan ook op een aantal plaatsen gewijzigd. Mede door het ontbreken van Knippenberg, Van de Weel en De Kant. Om verschillende redenen, ziekte en blessures. Stond van John van der Zwan laatste man. Het mocht echter niet baten. Het was Excelsior wat de score opende. En het was Henry Maas die hier de 1-0 aantekende na een balverlies van Leo van der Weijden. Die ook een plaatsje in die basis op dat middenveld had gekregen. Van der Zwan dus als laatste man. En Van der Wouden was daardoor opgeschoven naar het middenveld. DS kreeg wel zijn kansen. Hier Martin Beuk, die gaat iets te makkelijk naar de grond toe. Daar kon de scheidsrechter Egbertsen niet intrappen en gaf daar terecht geen strafschop. Dan Romeo Woude, ook hij voor het eerst dit keer een basisplaats bij DS. Hier zagen we een schot wat ternauwernood gestopt werd door de keeper. En dan nog een keer vanaf een meter of 25-30 rakelings naast. En zo was het dus DS79 wat duidelijk op zoek was naar die aansluiter. Dat lukte in de eerste helft niet, maar wel in de tweede helft. Hier Michel Langerak die een bal breed legt in de richting van Romeo Woude. En die plaatst hem dan prima de diepte in. En daar Michel Langerak met een hele mooie beweging de 1-1. En dat was op dat moment een terechte weergave van de feiten. DS79 speelde een stuk aardiger voetbal als de laatste thuiswedstrijd tegen RBC. Mede omdat het meer aanvallend was ingesteld. De 1-1 bleef echter niet lang op het bord. Vijf minuten later hier deze actie. Frans van der Heijden maait finaal langs de bal heen. En dan is het Henny de Romein die heel simpel de hoek kan uitkiezen en voor de 1-2 zorgt. En DS79 dus weer achter de feiten aanlopend. Het was nog niet genoeg. DS probeerde wel, maar Excelsior sterk counterend was de ploeg die het derde doelpunt wist te fabriceren. Hier is de invaller Erik de Wolf die twee man voorbij komt. John van der Zwan onder andere. En dan is het daar in het midden Leo van Buren die de 1-3 op het scorebord brengt. En dan wordt het heel moeilijk voor DS79 met nog 20 minuten te voetballen. Toch dringen ze aan. Hier weer opnieuw Michel Langerak met een schot van heel ver. En dan is het daar Pedro Pruimenboom, die zou willen koppen. Maar Tom van Bremen met een omhaal, dat been veel te hoog. En er is maar één beslissing voor Egbertsen en hij legt de bal op de stip. Hier trainer Van Dalen van Excelsior, die is er duidelijk niet mee eens. Want dat was niet zo hoog en het hoofd was te laag, maar dat mocht allemaal niet baten. Het was gewoon een strafschop, hoewel hij het nog steeds niet begrijpt. Frank van der Wouden mocht hem nemen en dat betekende 2-3. DS probeerde daar nog wel, maar mocht niet meer aan een doelpunt ruiken. En dan in de allerlaatste minuut van de wedstrijd een hele domme overtreding van John van der Zwan. Die voor het eerst een hele wedstrijd speelde. Leo van Buren, hij twijfelde, zal ik hem wel of niet die sliding inzetten. Laat hem vervolgens lopen en dan is Leo van Buren John van der Zwan voorbij. En dan deze domme overtreding en een terechte rode kaart. We kunnen niets anders zeggen. En dat was wel het dieptepunt van die wedstrijd waarbij DS79, ondanks een stuk beter spel als de afgelopen weken in de thuiswedstrijden, toch met een 2-3 nederlaag blijft zitten.